Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we even kijken of mijn IQ nog steeds 3000 is. Oftewel, of ik nog een beetje slim ben, want Big Brain Academy Knappe Koppen is uitgekomen. En volgens mij vinden jullie het altijd wel tof als ik een keer een ander spelletje speel. Dus vandaag doe ik dat. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we kijken hoe slim we zijn met z'n allen. Professor die vraagt hoe het ermee gaat. Ja, chill, lekker. Welkom aan de Big Brain Academy. Ik ben de directeur van deze academie. Noem mij maar professor Kwap. Heb je af en toe het gevoel dat je brein een beetje vastgeroest zit? Hier aan de Big Brain Academy hebben we een aantal bezigheden om er weer wat beweging in te krijgen. Nou, dat is super fijn, maar we gaan bij het begin beginnen. Moet ons inschrijven voor de academie. Hier moet ik mijn geboortedatum invullen. Hoe oud denk jij dat ik ben? Gooi het hieronder in de comments. Ik ben heel benieuwd. Kies nu je avatar. Oké, ik ben een student. Welk motto past het best bij mij? Nou, mijn motto is serieus, waar een wil is een weg. Als je iets echt wil en je doet flink je best, dan denk ik echt dat je het kan bereiken. Mijn uiterlijk. Is er een pet? Ja, top. Dikke baard. Geel t-shirt. En we zijn klaar. Oké, we gaan eerst even wat oefeningen doen. Mollenmani? Ja joh, best. Wat is dit? We moeten de mollen slaan met de juiste plaatjes. Oké. Dus, bam! Ja, lekker. En nu de kers of de taart. Oh, dat ging maar net goed. En de taart. Ja, top. En dan nu het kruisje en de driehoek. Driehoek, driehoek. Hoppakee. Oh, we gaan zo snel. Vierkant. Oh, snap, ik miste. Ah, ik ben in paniek. Ik ben in paniek. Ik ben in paniek. Dat ging helemaal fout. Ja, dit ging goed. En nog het kruisje. Hoppakee. Oh, oké. Ja, die. En dan kruisje. En dan oranje vierkant. Yes, lekker. IJsje. Taart. Ja, en ja, ik heb hem. Ik heb hem. Taart. Taart. Lekker. Oké. Woe. We gaan goed. Wow, nu moeten we er 4. Ik heb er 1. Appel. Ja, lekker. IJsje of taart? IJsje. En taart. Taart met aardbei. Ja, die. Oh, dit ging goed. Oh, wow, wow, wow. Oké. Ah, ik mis net. Ik rechts. Ja. Andere bloem. Nee, ik doe de verkeerde. Oh, nee. Oh, nee. Nee, ik doe weer de verkeerde. Paniek. Pijltje naar links, rechts. Oh, man. Ja, ik heb een pijltje naar links. Ah, nou, dit is complete chaos in mijn brein. Wat grappig. Oké, we gaan even kijken naar het resultaat. Mijn breinscore is 518. De professor zegt dat het heel goed is, ontzettend knap en buitengewoon geweldig. Oh, dat is nice. We krijgen de gouden kwapmedaille. Oh, dit is nu al lachen, joh. Oh, en ik krijg een cadeautje. Wat leuk. Wat zit er in het cadeautje dan? Een witte gleufhoed. Ja, nou, ja, ik draag liever petten als ik heel eerlijk ben. Maar maakt niet uit. We hebben de witte gleufhoed. Ik wil dit niet meteen gebruiken. Als we genoeg gouden kwapmedailles verzamelen, gebeurt er misschien iets heel bijzonders. Oh, dit is superleuk. Ik wil even oefenen met rekenen. Ik ga voor de rekenblokken. Let's go. Breek de blokken die je niet nodig hebt tot je het juiste aantal overhoudt. Oké. Let's go. Let's do this. Breek de overbodige blokken. Daar gaan we. De 3 moet weg. De 2 moet weg. Nog een 2 moet weg. Oh, nog een 1 moet weg. Oké. 3 hebben we nu. 1 en 5 moeten weg. Nu hebben we 6 nodig. Dat is 2 en 4. Dan hebben we 14, 15. Ja, 2 vieren moeten weg. Top. 13, 6, 9. De 2, 2 moeten weg. Ja, cool. 37, 17, 21, 28. Een 7 moet weg, denk ik. 9, 18, 27. Er moet een 9 weg. Oh nee, er moest een 8 weg. 7, 14. Er moet denk ik een 7 weg. 15. En een 2 moet weg. Ja, top. 25, 9, 18, 22. 9, 18, 22. Er moet een 2 weg. Ja, top. 15 hebben we. Nu 11. Dan moet er een 2 en een 1 weg. Ja, die snap ik ook. Min 1. Yo, oké. Oké, dit is... Ik weet niet, man. Ik ga gokken. Dit wist ik echt niet. Oké. Ik ging naar expert. Expert ging goed, maar de super expert ging niet goed. Breinscore is 564. Ja. We hebben hier een spel dat we nummers en symbolen moeten onthouden en ze snel moeten invoeren. Ik denk dat het lastig wordt. We gaan het zien, Een reeks van 2. 2 zessen. Oké. 66. Reeks van 3. 988. 988. Ja, cool. Reeks van 3. 8. Diamantje en 8. Ja. 9 schoppen 5. Ja, cool. Reeks van 4. 9, 0, klaver 0. 9, 0, klaver 0. Oké, reeks van 4. 5. Wow, 5. Nee, en dan 6-9 volgens mij, ja. Reeks van 5. 3-3, klaver, 6-4. 3-3, klaver, 6-4. Cool. Reeks van 5. 7-4, 5, 5, 6. 7-4-5-5. Ah, nee! Reeks van 4. 9-1 en dan schoppen 3. Ah! Ik deed een fout. 7-7-0-1-1. 7-7-0-1-1. Cool. Reeks van 6. 4-0, hartje. 0-5-5. Hartje. 0-5-5. Ja, ik heb hem. Lekker. 1-6-3-3-2. 1-6-3-3-2. Ah, ik moest nog op de 2 drukken. Ik drukte net op A en toen was die weg. Ah, super jammer. Ah, jammer van die ene fout ook. Maar ik denk dat die best wel goed ging. Hoppakee, 590 is volgens mij helemaal prima weer. Wacht even, we kunnen examen gaan doen. Ik ga examen doen, jongens. Bepaal je breinscore door opgaven te doen in alle 5e categorieën. Maar ik heb nog lang niet alles geoefend. We gaan gewoon examen doen zonder te leren, jongen. En dan gaan we kijken of we een voldoende kunnen krijgen. Ik heb maar de helft van het schooljaar geleerd. De andere helft niet. En nu gaan we toch examen doen. We gaan gewoon voor die 6. Let's go! Geheugen. Oh, deze heb ik wel gedaan. Oké, focus. Dit is het examen. Dit is voor het echte, jongens. Herhaal wat je ziet. Wij kunnen dit. Wij kunnen dit. Een reeks van 2. Nou, 6-6. Dit is easy. Een reeks van 3. 4-4-5. Cool. Die kunnen we ook. Een reeks van 3. 1, klaver 1. Cool. Een reeks van 3. 2-6-9. Hoppakee. Reeks van 4. 9-9 schoppen 6. 9-9 schoppen, 6. Reeks van 4. 8 schoppen, 6-7. 8 schoppen, 6-7. Zo, maar die ging wel langzaam. 2-2 schoppen, 18. 2-2 schoppen, 18. Cool. 2-1-1-4-0. 2-1-1-4-0. Cool. Reeks van 6. 1-0. Hartje. Ja, 1-0. Dat. En dan 6-6. Cool. Reeks van 5. 8-9-8. 7-1? Ik heb niet goed gezien. Ja, cool. 1-8-5-2. 1-8-5-2. En dan klaver 3-3 volgens mij. Oh, wat goed. 8-7-9-1. 9-1. Schoppen 0-0. Oh, die laatste hadden we ook nog goed. Oh, wat ziek. Oh, dit ging echt zo goed. Jeetje, zelfs die laatste hadden we nog. Ah, ik wil mijn score daarvoor zien, joh. Nu moeten we de plaatjes kiezen die bij de schaduwen horen. Oké, ik denk dat ze ons willen gaan laten instinken. Maar we gaan dit doen, we gaan dit doen. Welke schaduw zien we? Oké, let's go. We zien hier een schaar. We zien hier een tv. We zien hier een beker. We zien hier een... Deze, denk ik. En deze. Oh, dit was vervelend, joh. We zien deze. En dit plantje. Dan zien we dit plant... Oh, we zagen niet dat plantje. We zien een bril, we zien een vaas en we zien een lepel. We zien deze. Ik denk dat we deze zien. En de potlood. Cool. Een tennisracket sowieso. Het stoomlocomotiefje en de hijskraan. Nu zien we een soort van alien. Deze alien zie ik sowieso. Ik zie... Oh, ik zie denk ik deze ook. Ik zie... Deze. En deze. Ah, nee. Wat stom. Dit is best nog wel moeilijk, jongens. Geen grap. Tennisracket. Bril. Tank. En de alien. Ja, dit kan ik echt niet zien gewoon. Ik zie het stoomlocomotiefje. Ik zie een boot. Voor de rest zie ik deze. Ja, oh, dit was echt slecht. Mijn inzicht is minder, jongen. Ik ben echt bang voor deze, voor deze opdracht. Maak het figuur na. Oké, dit kunnen wij. Dan moet deze weg. Ja, cool. Dan moet er een blokje beneden blijven. Dan moeten we die grote weghalen. Nu moet deze weg en deze weg. Tot nu toe is het nog makkelijk. Tot nu toe kunnen we dit nog. Hè? Oh, en deze moet weg. Zo, ik zag hem even niet, hoor. Deze mag weg. En deze, cool. Heel dit hoekje moet weg. En dan wat er naast het hoekje zat. Juist. Ik denk deze en deze. Oeh, ik moest er echt even goed naar kijken. Deze mag hier weg. En deze, allemaal. Ja, cool. Dit blokje hieronder moet weg. En het grote blokje rechtsboven... Zo, jemig. Hier mag alleen maar zo'n blokje overblijven. Cool. Zo. En... Nee, die zag ik echt even niet, jongens. Ah, Maar nu moeten we mollen slaan. Dat kunnen wij. We kunnen de juiste mol slaan. Let's go! Ah, ik wil goed doen met dit examen. Hoppakee. Ja, een bloem. Die bloem en een blauwe bloem. Ja, die hebben we ook. Een rondje en een driehoekje. Ja, cool. Dan nu het volgende niveau. Ja, cool. Sterretje. Sterretje nog. Ja, cool. Dan televisie, vork en mes. Televisie. Waar is de vork? Daar is de vork. Oké, we gaan goed, we gaan goed. Pijltje boven. Ja, pijltje naar beneden, de blauwe. Ja, pijltje naar beneden, de blauwe. Ja, lekker. TV. Ja, rechts. TV en... Ah, mijn hoofd wordt gek. Mijn hoofd wordt gek, maar het gaat best goed. Blauw pijltje naar beneden. Ja, pijltje naar beneden. Ja, weer. Die staan we weer goed. Ja, blauw pijltje naar beneden. Oh, we gaan lekker, we gaan lekker. TV zag ik. Lepel zag ik. Oh, nee. We gingen fout. We gingen fout. Ja. Ja, en de... Ja, cool. Oké. We hebben één super expert. We hebben één super expert goed, jongens. Eén super expert goed en volgens mij eentje verkeerd. Die ging best wel goed. Wat moeten we nu doen? Laat de ballonnen knallen van het laagste getal naar het hoogste. Hier gaan ze ons zo laten instinken. Hè. Dan gaan ze van die hele grote ballonnen gaan ze dan groot maken. Dat ze denken, oh, die moet als laatste. Maar je moet puur naar het getal kijken. Oké, focus. Focus, focus, focus. Laagste eerst. Grootste als laatst. Wat hebben we? 2, 4 en 8. Cool. 1, 4 en 8. We hebben 1, 2 en 4. Cool. We hebben 1, 2, 7, 8. Ja, we gaan goed. We gaan goed. We hebben 1, 2 en weer 7 en 8. Nu hebben we 0, 2, 5, 8 en 14. 1, 8, 11, 14, 17. Oké, dit gaat aardig. 15, 25, 26 en 40. 5, 38, 39 en 46. Min 5 hebben we nu. Laat me even... Ik mag niet naar min 5... Wat? Oh, oké. Ik zag het niet goed, blijkbaar. Ik zag het weer niet goed, blijkbaar. Ik ben nu aan het falen. 24, 25, 37, 39. Oh. Min 93. Min 51. Min 11. 24, 67, 84. Oh, we hadden nog net een expertje goed. Opeens was ik het aan het verprutsen. Maar ik ben benieuwd of ik geslaagd ben voor het examen, jongens. Hoe ging mijn eerste examen? Mijn breinscore laat zien hoe goed we het hebben gedaan tijdens de examen. Hoe indrukwekkender je prestatie, hoe hoger deze score. En voor het getal dat je het afvroeg, breinscore van de professor ligt op 3300. Maar iemand die veel oefeningen heeft gedaan, scoort meestal zo'n 1500. Oké. Minimaal 1500, jongens. Ah, kom op, minimaal 1500. Wat is mijn breinscore? Voor visie hadden we 907. 1713, 2190, 27,7. Oh, boven de 3000. Mijn IQ is meer dan 3000. Lekker, man. Nou, dit is niet mijn IQ trouwens. Het is gewoon mijn breinscore. Dat is wat anders. Woe, we hebben bijna de breinscore van de professor geëvenaard, joh. Tijd om een breincijfer bekend te maken. Een 8,5. Oh. Een 8,5 van de 10. En ik ben al heel lang van school af. Hey. Lekker, man. Ik ben wel heel benieuwd naar jullie scores. Hebben jullie deze game ook gespeeld? En wat is jullie hoogste score voor het examen? Laat het even weten in de comments. Laten we de resultaten van de examens eens beter bekijken. Yo, maar dat geheugen ging goed. Kijk dan. Oh, maar visie ging pas goed. Ik heb alleen niet zo heel veel inzicht. En blijkbaar sta ik nu ook in de ranglijst. Ah, al je vrienden van de Nintendo Switch komen hier te staan. En natuurlijk wil jij de allerhoogste score hebben. Ik ben heel benieuwd wie deze game ook wil halen. Ik vind hem echt oprecht heel erg leuk. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!